niet zo onredelijk als mensen misschien denken. En het feit dat hij ook op zorg, het belangrijk onderwerp, echt een heel uitgesproken standpunt heeft. Misschien heeft dat mensen over de brug geholpen. Waar haalt hij in elk geval de winst vandaan? Niet de kiezers, dus mensen die de vorige keer niet hebben gestemd. CDA, veel kiezers van de CDA zijn 20%. En heeft de PVV dit nagelaten. Nou, de mensen die dus ontevreden zijn over Balk en ontevreden over het CDA zijn overgestapt. Voordeel op de SP. Zelfs de PvdA heeft zetels aan de PVV verloren. En ook gelukkig. Want Rutte, die zat natuurlijk op dezelfde flank als de SP. Maar voor een aantal mensen is Rutte dan toch weer te vriendelijk of niet hard genoeg. En die vinden dan toch Wilders waarschijnlijk op het integratieverhaal beter harder dan. Maar als je dit lijstje ziet, dan haal ik eigenlijk ook wel op van links en van rechts. Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat het integratieprobleem, dat zit in wijken waar zowel de SP als de PvdA natuurlijk sterk is. En ander onderzoek heeft wel eens laten zien dat PVV bijvoorbeeld ook sterk is in de oude streken waar de CPN vroeger zat. Mensen die gewoon eenvoudige mensen, die buitenlanders in hun wijk zagen komen, dat niet leuk vonden en vonden dat de zittende partijen daar te weinig aan deden. Die zijn naar de PVV gegaan. Ja, naar het gebouw waar de zetels staan, waar het vanavond over gaat. Het gebouw van de Tweede Kamer, waar Joost Karel praat met oud-politiek.